Bos tot 6, de middagshow. Je zou hem kunnen kennen van The Crocs. Better Every Day is een liedje wat in de Zero's nogal regelmatig gedraaid werd op de radio. Je zou hem kunnen kennen van The Rolling Beatles. The Beatles, dat is dan een beetje Paulo Gister. The Rolling, dat is dan Ralf Winkler. En daar hebben we het over. Ralf, welkom. Leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Ja. En lang geleden dat we elkaar gesproken hebben, maar het is wel weer goed dat we elkaar spreken. Daar ben ik het helemaal mee eens. Je eigen bandje, Winkler. Leuk, die achternaam, dat hoor je ook niet zo vaak, dus dat is helemaal top. Je bent druk bezig met Winkler, met de band, waar Ralf Winkler dan de trekker van is. Ja. Aan een album en de eerste single van dat album is er nu. En toen we elkaar spraken om een afspraak te maken, zeg ik, goh, is er een clip van? Nee, er is nog geen clip. En we hebben dat andere artiesten zien doen. Weet je wat? Neem gewoon een gitaar mee. Je gaat hem gewoon akoestisch live doen. En dat ga je zo dadelijk doen, je nieuwe single, hè? Ja, dat ga ik dadelijk doen. Dat vind ik heel erg leuk. Vertel eens even, wat is er... die Rolling Beatles, dat is wel leuk. Daar treden jullie veel al mee op, Paul en jij, hè, de frontmannen van de Rolling helaas Beatles. Helaas op dit moment even niet. Nee, natuurlijk niet. Maar in principe wel, ja. Op dit moment treedt er niemand op. Dus nee, dat is helder. Ja. Paul Beatle-kant, jij Rolling-kant. De Stones-kant natuurlijk. En dan samen zijn de Rolling Beatles. Wat is er eigenlijk bijvoorbeeld, ik roep maar even wat, sinds de Crocs gebeurd? De Rolling Beatles hebben eigenlijk altijd wel een heel belangrijke rol gespeeld. Mm-hmm. En daar zijn we dus al, we kwamen tot de conclusie dat we al meer dan 20 jaar bestaan. Dat is nogal wat. Proficiat. Ja, dankjewel. En daar hebben we toch heel veel mee gespeeld. In het begin was Axel er ook bij. Als we het dan ook nog over de Crocs hebben. Ja, en Pieter uiteraard ook. Die is er nog steeds bij. Pieter Vermeulen, ja. Axel viel op een gegeven moment af omdat hij het veel te druk kreeg. En toen hebben we hem niet meer vervangen. En toen zijn we eigenlijk veel door blijven spelen. Daarnaast heb ik heel veel met Paul alleen gespeeld. Onder het duo Hey Angie. Hey Angie ook nog, ja tuurlijk. Ook nog, ja. Ja, en daar ben ik eigenlijk vooral muzikaal gezien heel erg druk mee geweest. Een paar keer naar Abbey Road geweest. Nou ja, goed, van allerlei hele leuke dingen. Ja, Paul heeft On My Way to Abbey Road opgenomen. Daar was je ook bij, hè? Daar was ik ook bij, ja. Jullie zijn onafscheidelijk, jullie twee. Ja, nou ja, we doen wel heel veel samen. En weet je, Paul en ik hebben zo'n fantastische energie samen. En dat is onbetaalbaar. Mooi, man. Fantastisch. Top. Nou is er van de zomer een mooi nieuw initiatief op C-Mail geweest. Hè? Er is een maand lang zijn er optredens gegeven. Daar hebben jullie ook gestaan, hè? Ja, klopt, ja. Hoe was dat? Was erg leuk. Ja? Ja, we hadden wel het beetje het pech dat het echt de hele optreden ontzettend hard regende. Ja. Oh. Terwijl ook gewoon niet droog tussendoor. Maar goed, het positieve vond ik wel. Het was vrij druk. Het hele publiek bleef ook wel zitten, weet je wel. Ze wilden tot het einde gewoon blijven zitten, ook al waren ze helemaal nat. En allemaal met poncho's op, maar het was een heel leuk concert. Dan werd er dus gewaardeerd wat jullie deden. Het werd wel gewaardeerd, ja. Ik merkte wel dat er een ontzettend goede vibe hing. We hadden Ivo Rosbeek, die deed met ons mee. Ja. Die doet de laatste tijd vaker bij ons mee. Wat erg leuk is trouwens, een goede aanvulling. Mm-hmm. En het was een heel leuk optreden. Maar het was ook natuurlijk omdat we al zo lang weer niet gespeeld hadden. Als een stel jonge honden stonden met te trappelen om het podium op te kunnen. Ja, nou fantastisch. Maar wel weer een mooie nieuwe plek. Wie weet, straks ook als corona voorbij is, zou dat leuk zijn om die plek te kunnen blijven gebruiken, denk ik toch? Ja, lijkt me niet verkeerd. Het was eigenlijk een goede locatie. Ja, nou fantastisch. Hey, straks even misschien babbelen over hoe jouw plaat tot stand gekomen is. Want je hebt met heel veel mensen samengespeeld. Maar dit is nou echt iets eigens, zeg maar. Ja. Wel een band om je heen, maar goed, het is wel iets van jezelf. Ja. En dat is wat je wilde. Ja. Ik stel dan voor dat we eerst maar even iets live gaan doen. Er is een single, Closer to Your Heart. Je hebt me dat liedje een tijdje geleden doorgestuurd. Ja. En ik had zoiets van, oeh, wat is dit? Dit is wel weer erg goed. Aha. Jouw stem kennen we natuurlijk, maar muzikaal zit het ook strak in elkaar. Mm. Normaal gaat dat met band. Ja. Maar nu doe je het alleen. We komen zo dadelijk op die band even terug en op de plaat natuurlijk die er gaat komen. Een album. Ik hoor hier al roepen, ik wil hem zo graag op vinyl uitbrengen. Ik zeg, ja, dan doe het gewoon. Maar ja, dat is makkelijk lullen, want er zijn natuurlijk ook kosten aan verbonden, et cetera, et cetera. Ja. Maar het zou zo mooi zijn als je straks een standje ergens je plaat kunt gaan verkopen. Dat is moois allemaal de bedoeling. Gaan we gewoon allemaal doen. Oké, gaan we eerst speulen? Ga ik je proberen aan te kondigen. Op een redelijk nette manier tracht ik dat te doen. Okay. Ja, de band Winkler. Hou ze in de gaten, zou ik zeggen. Ralf is nu als trekker van de band alleen hier met zijn gitaar. Dus het wordt naakt, het wordt puur. Het is wel vooral heel nieuw en swingend. Ook dat kan ik alvast een klein beetje zeggen. Ralf Winkler live op RTV Parkstad Televisie met de debuutsingle van de plaat die komen gaat. Dit is Closer to Your Heart. MUZIEK
to achieve. There's so much to lose and you don't wanna grieve, no relief. And what if you're failing before the eyes of the world? What if it's easy to fake it instead of diving for pearls, diamonds and pearls? You can take every chance, make millions of plans, that's a start. What you want, you stay closer to your heart, closer to your heart, closer to your heart. To get what you want, you stay closer to your heart. And you can keep on dreaming inside your head, or you can start screaming and get out of bed. You can take every chance, make millions of plans, that's a start. But to get what you want, you stay closer to your heart, closer to your heart, closer to your heart. To get what you want, you stay closer to your heart. Closer to your heart, closer to your heart, closer to your heart. To get what you want, you stay closer to your heart. To get what you want, you stay closer to your heart. What you want, you stay closer to your heart. Kan het hele publiek even meeklappen. Oh, je mag niet klappen. En je mag niet screamen. Ook niet. Streamen. Ook de scream mag je ook. Streamen, screamen. Thank you. Je mag niet schreeuwen. We hebben een Erwin even een geluidsbandje onderzetten. Dat komt helemaal goed. Hey, wauw man. Gaaf. Ja, lekker hè. Ja. Closer to Your Heart. Nieuwe single van Winkler. En de voorloper van de plaat. Daar verwacht ik heel veel van als ik dit hoor. Ik krijg er positieve energie van. Het is vrolijk. Het is lekker. Energiek. Een lekkere vibe inderdaad. Wat je net zelf zegt. Dat was ook helemaal de bedoeling, Roger. Heb je hem, nu heb je hem dan hier, maar heb je hem ooit akoestisch al gedaan? Het is natuurlijk nieuw. Nou, dat was vandaag voor de eerste keer. Ik heb wel even geoefend thuis. Maar, ik heb hem natuurlijk wel, volgens mij heb ik hem zelfs elektrisch geschreven. Ik heb hem, dat is echt de eerste keer dat dit liedje akoestisch klinkt. Ja. Ah, waarvan ja. Akte? Is ligt vast hè, trouwens, opgenomen allemaal. Ja, mooi. Hey, oké, prima. Hey, wauw, Closer to Your Heart, waar gaat het liedje over? Is het autobiografisch? Ja, dit is wel vrij autobiografisch. Ja, het, weet je, dit was het eerste liedje van waardoor het hele verhaal van een heel album begon te rollen. En Closer to Your Heart, ja, weet je, ik vond dat het tijd werd, nu op mijn 54ste, dat ik eindelijk... Toch al 54, hè? Ja, toch ja. Wel. Jou zou ik niet zeggen. Maar, nee. Maar dat ik toch eens een keer qua muziek echt heel dicht bij mezelf bleef. En echt datgene wil schrijven en wil uitbrengen waar ik zelf volledig achter sta. En ja, dat is dit plan.
Wauw. Vandaar Closer to Your Heart. Wat je eerder ook al zei, blijf bij jezelf. Maar dit is ook iets van jezelf. Gewoon, jij hebt zelf de regie. Jij trekt aan de touwtjes. Ja. Jij bepaalt. Ja, dan moet ik wel zeggen dat ik daar een fantastische compagnon bij heb in de naam van Job Peters. Job is een goede vriend en een fijne collega muzikant. En wat ontzettend prettig is aan Job, hij heeft natuurlijk een eigen studio en is erg goed qua opname. Maar hij laat mij dan ook volledig vrij in mijn creativiteit en in mijn benadering van de liedjes. Hij heeft wel wat aanvullingen technisch gezien of weet je, of zou je daar een coupletje anderhalf keer lang, weet ik veel, van dat soort details. Maar verder laat hij mij helemaal vrij daarin. En dat blijft ook bij advies, hè? Als jij zegt nee, dat doe ik niet. Ja, dan doen we dat niet, precies. Ja. Mm-hmm. Maar ik vind het heel fijn werken. Papa Job, hè? Ja, papa Job. Ja, papa Job, ja. Fantastisch toch? Ja, leuk man. Ja, leuk. Ja, Job is een goede gast. Als je dat maar weet. En een goede gast in alle opzichten. Als persoon, maar vooral ook wat die uit die handjes komt. Dat is, ja, een fantastische gitarist. Echt, Job is... je hoeft maar te vertellen wat je wil. En hij regelt het, zeg maar. Kan jij dat maken? Ik kan dat maken. Ja. Dat weer. Ja, precies. Hey, dan even de band Winkler. Want het is Ralf Winkler natuurlijk. Het is jouw initiatief. Nogmaals, jij trekt aan de touwtjes. Wie zit er in je band? Nou, op drums een zeer oude bekende in de vorm van onze grote vriend Robin Zalm. natuurlijk... Zalm wordt duur betaald, hè? Ja, natuurlijk heb ik met Robin al een heel flink verleden in de vorm Zalm Roze al, hè, voor de Crocs überhaupt. Oh ja, tuurlijk. Ja, dus dat hadden we ook nog. En de Crocs, dus ja, met Zalm heb ik wel het een en ander. En het is vrij rock georiënteerd, dus vandaar... Stevig, ja. Dat Zalm wel een goede keuze was. Op bas ook mijn oude Zalmroze compaan Erik Slijpen. Dan hebben we op toetsen Brian Raats. Heeft deze Hammond-partij ingespeeld. En natuurlijk Job op gitaar en ik op gitaar en zang. Dat is de band. Dat is de band. En dat is ook de band waar je grootste plannen mee hebt. Of is dat de band alleen voor de plaat nu? Nou, dus nu in eerste instantie wel voor de plaat. Maar het ziet er wel naar uit. Robin en Erik sowieso mee wilden doen. Met Brian, dat weet ik niet. Moet ik nog even met Brian overleggen. Brian, als je het hoort, dan... hebben het er nog over. Je doet mee, hè? Of je dat leuk vindt. En Job uiteraard wel. Ja, en ikzelf. Dus fantastisch. Een groot deel van de band staat wel vast, ja. Wat kunnen we op die plaat? Want de eerste single is er nu. Je bent, vertelde je me net buiten de uitzending, om al een beetje met de tweede bezig. Maar je hebt in je hoofd natuurlijk die plaat al een beetje af ergens, of niet? Nou ja, ik denk dat ik nummer of 9 of 10 toch wel nu op de plank heb liggen. Okay. En zelfs in sommige nummers al in een vergevorderd stadium van pre-productie. Dus we zijn goed op weg, Job en ik. En we doen het echt met z'n tweeën. Het arrangeren en het opnemen. En de pre-productie. We zijn nu met de tweede single aan de slag. Als die uit... laten we eens even kijken wat dit doet. En dan, kom je dan terug? Ja. Zeker. Tuurlijk. En wat kunnen we van de platen verwachten? Want dit Closer to Your Heart is natuurlijk redelijk stevig. Als in vrolijk, op tempo, swingend. Wordt de hele plaat zo? Nou weet je, ik heb zelf een hele vrij breed georiënteerde muzieksmaak. Als je mijn platenkast kijkt, daar kom je echt van alles tegen. Van zware metal tot hele lichte country en jazz. Dat is breed, ja, inderdaad. Ja, echt heel breed. Dus het zal ook best een breed aanbod worden op die plaat. Daar zitten wat stevige rocknummers in. En misschien zelfs nog wel iets steviger dan dit. Maar er zit bijvoorbeeld ook een heel gevoelig country liedje in. Oh, oké. Dat wil ik met dat moet een duet gaan worden met een dame, met een nog nader te bepalen zanger. Oh, je weet nog niet met wie? Ik heb wel al een idee in mijn hoofd. Ga je niet vertellen natuurlijk. Hè? Die moet ik eerst nog bellen, voordat ik dat nu ga zeggen. Doe het nu dan. Nee, doen we niet. Hoor net dat we het niet doen. Nee. Maar dat is een nummer speciaal, dat is geschreven voor een duet of... Vind je dat als een duet moet uitgevoerd? Ja, dit is wel geschreven als een duet. Ja. Het is echt een vraag en antwoord, zeg maar, een soort van... Closer to Your Heart is autobiografisch, vertel je net. Geldt dat voor de hele plaat een beetje, jezelf kennen, zijn? Nee? Nee. Sommige dingen wel, maar sommige dingen ook helemaal niet. En, gewoon opgepikt door wat ik in mijn omgeving zie of heb gelezen of weet ik wat. Heb je al iets in je hoofd wanneer die ongeveer ergens klaar zou moeten zijn? Ik heb het niet over een datum, maar... Misschien gericht een beetje richting een maand of zo? Nou ja, in ieder geval in 2021. Oh. Nou, weet je, wat jij zojuist ook zei, is van ik wil hem echt heel graag op vinyl uitbrengen. Mm-hmm. Dat is echt wel een droom van me.
Maar dan wil ik hem ook goed promoten. Dus dat betekent dat we ook, dan wil ik ook gewoon echt gaan optreden regelmatig. En die plaat zoveel mogelijk onder de mensen brengen. Dus daar wacht ik wel op qua uitbrengen op vinyl. Maar goed, het kan wel zijn dat je in de tussentijd wel wat dat we wel wat singles laten vallen, zeg maar. De social media van Winkler dan maar even, denk ik. Dat is belangrijk, hè? Ja. Spam het even. Ja, op Facebook ben ik te vinden onder Ralf Winkler. Dat is eigenlijk vrij simpel. En Ralf met PH. En Ralf met PH, mm-hmm. Precies. Dus als je zoekt op Ralf Winkler, ja, dan vind je me makkelijk. En ik ben ook te vinden op Instagram. Ralf Winkler met PH en Ralf Winkler aan elkaar. Dat soort dingen. Nou, oké. Okay. En ergens volgend jaar moet die klaar zijn. Je zou bijna zeggen waar die coronatijd niet goed voor is, hè? Ja. Heb je die tijd ook gebruikt om te schrijven? Ja, absoluut wel, ja. Ja. Heel benieuwd, man. Top dat je er was. Closer to your heart, onthoud hem. Winkler, we gaan nog veel van je/jullie horen. Dank je, Ralf. Graag gedaan. Het was leuk om er te zijn. Dank je wel, Roger.